Mijn werk is mijn passie. Ik haal elke dag wel een uitdaging. En ik ga die uitdaging ook aan. En op het moment dat ik kleine stapjes kan maken met jongeren met wie ik samenwerk, is voor mij mijn dag al eigenlijk gemaakt, zeg maar. Ik skate en ik snowboard. Het is voor mij een bepaalde vrijheid die ik heb, waar ik gewoon heel blij mee ben. Dat ik aan mezelf kan werken zonder dat ik daar echt bewust van ben. Ik ben bezig met sport. Dat is ook weer op een andere manier bezig zijn met zorg. Dus met elk iets wat ik doe, ja, haal ik voldoening. En dat is wat voor mij heel erg belangrijk is. Ik vind het fijn om een duidelijke, rustige begeleider te hebben die mij begrijpt. Ik ga er echt naast staan. Oké, ik ben hier niet om jou op sleeptouw te nemen, maar ik ga wel naast je staan om te kijken van oké, hoe kunnen we samen naar voren gaan? En ze vooral het vertrouwen geven dat dingen ook niet in één keer behaald hoeven te worden. Ze kunnen ook in kleine stappen gemaakt worden. Nee, Dennis en ik die hebben zo nu en dan een PB-gesprekje. Elke keer dat ik met hem zit, is het toch wel weer een stapje dichterbij bij wat ik nodig heb en waar ik naartoe wil. Het allerbelangrijkste vind ik persoonlijk is het stukje vertrouwen. Het vertrouwen opbouwen en zeg maar een werkrelatie aangaan met jongeren, dat heeft tijd nodig. En dat komt met vallen en opstaan. Maar het belangrijkste is dat je laat zien dat je er bent.